Ik ga jullie met dit filmpje laten kennismaken met de vertelstenen of verteldobbelstenen. Vertelstenen of verteldobbelstenen kan je inzetten als taalstimulerende activiteit bij peuters, kleuters en het lagere schoolkind. Wat zijn nu vertelstenen? Dat zijn dobbels of verteldobbelstenen. Dat zijn dobbelstenen met daarop verschillende illustraties. Die illustraties zijn heel verschillend en heel divers en kunnen themagebonden zijn. Je hebt bijvoorbeeld vertelstenen met allemaal illustraties rond de seizoenen, de feestdagen of emoties. De illustraties die worden getoond op de dobbelstenen. Die kunnen heel rudimentair zijn. Dat zie je hier ook zeker en vast bij de groene vertelstenen. Terwijl bijvoorbeeld hier bij de witte vertelstenen zijn die veel meer gedetailleerd, die illustraties. Als je de klok hier vergelijkt, dan zie je dat daar wel een behoorlijk verschil op zit. Welke illustraties dat je aanbiedt bij deze taalstimulerende activiteit, is helemaal aan jou als kindbegeleider. Je kan illustraties gaan tonen op de vertelstenen van zaken of dingen die je doelgroep al kent, of dat je er illustraties gaat op tonen die jouw doelgroep nog helemaal niet kent. Dan ga je daarmee aan de slag om nieuwe woorden te gaan aanbieden en aan te leren. Nu, uit welke materialen worden vertelstenen gemaakt? In dit geval, in dit geval zijn, is dat plastic. Maar vertelstenen kan je ook gaan maken uit bijvoorbeeld kiezelstenen, uit karton of uit textiel. De grootte van de vertelstenen die varieert ook afhankelijk van je doelgroep en van de grootte van je groep. We hebben hier relatief grote vertelstenen en een beetje kleiner, maar je hebt natuurlijk ook wel vertelstenen op maat van je kinderen. Dat het echt grote vertelstenen zijn die eigenlijk ook de grove motoriek van het kind gaan uitdagen. Nu, hoe ga je aan de slag met deze vertelstenen? Je gaat gewoon in de kring zitten. In het midden leg je de vertelstenen. Dat kan in een potje of in een zakje of in een doosje. En iedere speler neemt dan een poging of een kans om die vertelstenen te gaan gooien. Dan is het ook hier weer dat je een verhaal start. Met de symbolen of illustraties die worden getoond op de bovenzijde van de dobbelsteen of de steen. Voilà. En dan heb je hier ook weer de keuze, hè. Je kan bijvoorbeeld zeggen: ik neem alleen maar de groene eruit, of ik kies alleen maar diegene die mij aanspreekt. En daarmee start ik een verhaal. Ik neem alleen maar diegene die ik nog niet ken, bijvoorbeeld. Dus met andere woorden, er zijn verschillende mogelijkheden van hoe dat je met de vertelstenen of verteldobbelstenen aan de slag gaat. En dat dan natuurlijk afhankelijk van je doelgroep en de grootte van je groep. Dus je kan daar heel creatief mee gaan omspringen. Doel is natuurlijk dat je taal gaat aanbrengen en dat je taal gaat laten oefenen. Nu, belangrijk daarbij is natuurlijk dat er ook andere vaardigheden worden geoefend met dit spel. Onder andere leren luisteren naar elkaar, leren luisteren naar zichzelf en natuurlijk ook wel je beurt leren afwachten. Het is dan aan jou als kindbegeleider om het allemaal netjes in goede banen te leiden. En natuurlijk met daarbij aandacht voor de taal en het correct gebruik van de taal. Succes!